Overal bij. Waarom ben je nog steeds in huis gegaan? Je helpt me hier echt heel erg mee. Ze heeft nooit mooie spullen. Kom je hier aan? Ja, dat wil ik je dus altijd vertellen, dus je moet even meekomen. Weet je hoe duur deze waren? Kom even hier. Nee. Ja, niemand ziet dat jij jezelf voor schut zet. Is er echt niemand? En ik was even afgeleid, toen fiets ik zo de bosjes in, maar daar gaat het nu niet om. Het zijn dus al die gestolen spullen van school. Heb jij deze spullen gejat? Nee, natuurlijk niet. Maar het zou toch best kunnen dat zij die spullen gestolen heeft? Hoor je bij terroristen ook altijd. Bleek het achteraf een hele aardige man te zijn. Wat is dit nou weer? Wat doen jullie daar? Er komt iemand aan. Ik steek volgens mij ook. Nee, helemaal niet. Je moet echt niet zo zeuren. Het valt hartstikke erg op zo. Ze heeft toch een tablet? Fenna ging de bosjes in. Ze is aan het jatten. Ze is aan het jatten en zelfs van haar vriendinnen. Dat is dubbel erg. Bij Fenna thuis hebben ze hartstikke veel geld. Steve, misschien wordt ze wel gechanteerd of zo. We kunnen nu gewoon naar de Jong gaan of naar de Wilde. Steve, ik denk niet dat het erg slim is. Ik weet anders echt niet wat je moet doen. Dan zoek je het maar zelf uit. Oké! Okay! Over wat zouden wij moeten praten? Kim, wij zien elkaar buiten, oké? Ja, is goed. Fenna, ik weet dat je die spullen gestolen hebt, want ik heb je tas gevonden. Dat heb je dan mooi verkeerd gezien. Oh, heeft mijn mobiel dan ook verkeerd gefilmd, denk je? Oké, nu bluf je echt hoor. Ja, wat moet je nou van me? Ik wil gewoon dat je de spullen naar de wereld toe brengt, oké? Ik beloof dat ik het nooit meer zou doen. Hou je dan daarover op? Ook al doe je het vanaf nu niet meer, je hebt toch al spullen gestolen, of niet? Ik ben Fenna. Ik weet eigenlijk niet zo goed of ik het wel snapte. Ja, oké, wat wil je dan? Ik wil gewoon dat je hiermee ophoudt. Weg nu met de grijpgraakhandjes allemaal. Stelletje criminelen. Ik kan zo een paar van die ratjes aanwijzen, hoor, waarvan ik nu al weet dat ze later in de bak belanden. Ja, die spullen zijn hier toch terecht. Hoe naïef ben jij? Niet te geloven. Oh, nu snap ik waarom je Fenna er niet bij wou lappen. Zodat je indruk op haar kunt maken, hè? Nee, natuurlijk niet. Soms weet ik echt niet zo goed wat ik nou verkeerd doe bij Ebru. Prima als je een wannabe wilt zijn. Ik bedoel, wie wilt er nou niet populair zijn? Maar Steve moet niet doen alsof ze de wereld wilt verbeteren, terwijl ze het alleen maar beter voor zichzelf wil maken. Ik zei hallo, 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 hallo aan de kinderen. Hallo, 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 hallo aan de kinderen. Je moet echt niet zo zeuren.